Na 3 jaar mag het weer. Het afsteken van vuurwerk. Dat betekent dat het drukke dagen worden voor de verkooppunten en de toezichthouders. Die moeten er namens de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek op toezien dat de opslag en verkoop veilig gebeurt. Zo ook deze toezichthouder, die liever anoniem wenst te blijven. Waarom is het nou zo belangrijk dat het elk jaar gecontroleerd wordt of het goed geregeld is bij een verkooppunt? Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, 2000, hebben we de vuurwerkramp gehad. Enschede, waarbij 23 doden zijn gevallen. En daarna is steeds meer bewustwording gekomen van de risico's die aan de verkoop van vuurwerk verbonden zitten en aan de opslag. Daarom zijn er na die tijd is er regelgeving opgesteld waaraan de opslag en de verkoop van vuurwerk moet voldoen. En in dat kader controleert de Omgevingsdienst of de verkooppunten voldoen aan die regelgeving. Kunnen we nog even naar de watervoorraad kijken? Bunkers moeten altijd zijn voorzien van een ruime hoeveelheid bluswater. We hebben hier de brand, het bluswater. We kunnen even de test uitvoeren. De pomp slaat aan en werkt. Van belang. Dus in orde. Hoe vaak worden eigenlijk verkooppunten per jaar gecontroleerd en wanneer? Alle verkooppunten worden elk jaar bezocht. Daarbij voeren wij eerst een voorcontrole uit. Daarbij gaan we eventjes langs het verkooppunt, hebben we even een gesprek met de ondernemer, bekijken we even de situatie zoals die is. We controleren dan ook even de keuringsdocumenten van de sprinklerinstallatie. Die worden elk jaar dienen die gekeurd te worden door een gecertificeerde instantie. En wij controleren of dat ook echt gebeurt. Daarnaast worden de bunkers en het gehele verkooppunt 1 keer in de 5 jaar opnieuw bekeken. Dat heet dan een uitgangspuntendocument. Die wordt 1 keer in de 5 jaar ook weer opnieuw beoordeeld door ons. Als een soort van, en dan gaan wij op locatie langs als een soort van reality check. Of dat de situatie op papier ook voldoet aan de echte situatie. Nou, die is aanwezig, zijn ze gekeurd. Nou. Blusmiddelen worden om de 2 jaar gekeurd door een daartoe bevoegd bedrijf. Nou, dat is in dit geval ook in orde. Ook voor ondernemer Ruud Davids is de vuurwerkcontrole ieder jaar weer spannend. Hoe krijgen jullie het goede vuurwerk binnen en hou je het slechte vuurwerk buiten? Nou, we doen sowieso alleen zaken met de Nederlandse importeurs, dus we gaan niet zelf in China shoppen. Dus dan weet je zeker dat je in ieder geval aan de wetgeving voldoet, zou ik maar zeggen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste en makkelijkste wat wij kunnen doen. Ja, het is voor het eerst sinds 3 jaar dat het weer mag. Merk je dat ook? Dat er heel veel mensen nu al staan te trappelen om te kopen? Ja, de webshops zijn eerder opengegaan dan andere jaren. En inderdaad, er worden meer bestellingen gedaan al en meer filmpjes bekeken. Mensen zeggen dat wil ik graag hebben om weer een mooi feestje van te kunnen maken. Vuurwerk mag dit jaar vandaag, morgen en overmorgen worden verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 6 uur 's avonds tot 1 januari 2 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar.